na de operatie, dus vanaf een week of zes, die hebben nogal de neiging om een beetje scheef te gaan, zoals ik dat nu voordoe. Dan is het misschien wel handig, zeker als je een spiegel hebt, om te kijken of je recht beweegt. Dus dan moet je misschien voor je gevoel wat meer op het andere been steunen. En de diepte bepaalt ook hoe intensief het is. Dus hoe dieper, hoe lastiger het wordt. Oké, goed zo, mooi. Benen even losschudden. Mag je zijwaarts uitstrekken, helemaal omhoog, helemaal omhoog, helemaal omhoog. Strek uit, strek uit. De ene voet blijf ik plat staan. En mijn andere kom ik tot de tenen en maak jezelf lang. Goed zo, andere kant op. Strek uit, maak jezelf lang. Maak jezelf lang, strek uit, strek uit, strek uit. Goed zo. En weer de andere kant op. Strek uit. En de andere kant op. Strek uit. Goed. Gaan we weer terug naar de squat. We gaan het iets complexer maken. Net was het gewoon zakken, opkomen, tot op de tenen. Nu kom je omhoog en je eindigt in een knieherstand. Dus we gaan zakken. Komt omhoog. Eén been uitstrekken. Blijven staan. Goed zo. Voet weer neerzetten. En dan op de andere kant. Uitstrekken. Staan. Neerzetten. Zakken. Omhoog. Uitstrekken. Keurig. Zakken. Omhoog. Uitstrekken. Als je nou niet zo sterk bent, dan zul je merken misschien dat je iets wegzakt in de heup. Klassiek, je mag gewoon doorgaan. Dat je wegzakt. Ja, dat is niet de bedoeling. Probeer te strekken, lang te blijven. En als je zo staat, op je knie te strekken. Dus niet met een half gebogen knie dat te doen, dat je half wegzakt. Helemaal strekken. En als je nog niet zo sterk bent, dan zak je gewoon minder diep. Dan ga je vanuit hier strekken en daar. Ietsje inzakken en strekken en daar. Goed zo. Keurig. Mooi. Naar voren reiken. Helemaal lang maken. En terug. Niet veel met de billen naar achteren klasken. Naar voren moet je. Dus naar voren reiken. Strek uit. En als je dat doet, dan reik je dus helemaal naar voren. Dan voel je het achter in de hamstrings, in de billen en in de rug. Te veel naar achterop zitten, betekent dat je wat meer aan de voorkant doet. Maar ik wil nu juist de achterkant prikkelen. Dus naar voren, goed zo. En terug. Naar voren. En terug. Naar voren. Keurig. Mooi. Gaan we weer terug naar die squat oefening, de derde oefening. Als je de eerste moeilijk zat vond, hou je nog steeds bij de eerste, door de knie zakken en omhoog. Vond je die tweede moeilijk genoeg, dan hou je het daarbij. Dus je komt omhoog, één been staan. Maar we zouden het lastiger maken, hadden we afgesproken. Dan mag je zakken, omhoog één been en helemaal uitstrekken. Maak jezelf lang. En terug. Zakken, omhoog, uitstrekken, helemaal lang maken en knieheffen. En zorg dat je in deze positie helemaal komt waarbij je 90 graden hoek hebt. Helemaal lang maken. Niet naar achteren leunen, maar rechtop. Zakken, omhoog. En helemaal uitstrekken. Helemaal lang. Goed zo. Zakken, omhoog, uitstrekken. Nog één keer voor beide kanten. Zakken, omhoog, uitstrekken. En maak je lang, maak je lang. Strek je uit. Goed zo. En voor de echte toppers voor vandaag. Je komt omhoog, je strekt uit en je komt zelfs helemaal terug op de tenen. Goed zo. Zakken. Omhoog, laatste, uitstrekken, helemaal tot op de tenen. Goed zo, mooi. Mag je op de grond komen, op het matje, als je dat hebt. Op de onderarm steunen, voeten op elkaar. Hand richting plafond, opstrekken. En vasthouden. Goed zo, 2, 1, en laten zakken. Heel goed. En weer omhoog. Opstrekken. Het is de bedoeling dat je netjes in één rechte lijn blijft. Niet met de billen naar achteren. Helemaal uitstrekken. En laten zakken. Andere kant. En zorg er dus voor. Netjes in één lange rechte lijn. Hand kaarsrecht omhoog naar het plafond. Goed zo. En laten zakken. En nog een keer omhoog. Uitstrekken. Goed zo.
Weer op de eerste kant. Maak het ietsje moeilijker. Als je dit al lastig vond, dan hou je het hierbij. Als je denkt dat het kan moeilijker, dan gaan we het moeilijk maken. Dat gaan we nu doen. Let op. Goed. Omhoog. Eén been in de lucht. Terug. Zakken. Omhoog. Eén been in de lucht. Terug. Zakken. Daar gaan we. En weer. Let erop, Klaske. Heup naar voren. Duw je heup naar voren. Goed zo. Omhoog. Hand kaarsrecht omhoog. Klasse. Heel goed. Heupkracht is heel belangrijk voor het aansturen van de knie. Vandaar dat deze oefeningen ongelooflijk belangrijk zijn. Maar let er altijd op, heupen naar voren. Niet in deze positie de oefening uitvoeren, heen en weer, rechtop. Andere kant, Klaske. Omhoog, heffen en terug en zakken. Omhoog, heffen, terug. En zakken. En nog één keer. Hou de heupen goed naar voren. Keurig, goed zo, mooi. Heel goed. Volgende oefening. Over de heupkracht. Op handen en voeten zitten. En je duwt je heup omhoog. En we laten zakken. En weer omhoog. En laten zakken. En omhoog. En als je het moeilijk genoeg vindt, blijf deze oefening doen. Voor degene die het makkelijk vindt, die mag één been in de lucht doen. Uitstrekken. Eén been in de lucht, Klaske. Strek uit naar voren. Goed zo. En we laten zakken. Omhoog. Andere kant. Goed zo. En terug. Omhoog. Strek uit. Blijf lang, hè. Strek jezelf uit. En we laten zakken. Goed zo, strek uit. Laten zakken. Oké, nog ietsje moeilijker. Als je denkt, van dit vind ik nog steeds heel gemakkelijk. Dan kom je omhoog, Klaske. Laten zakken. Oké, één been in de lucht, Klaske. En nu omhoog duwen. Kom maar, omhoog. En laten zakken. Andere kant. Oh, je doet twee keer zelfs. Heel goed. Andere kant. Uitstrekken. En terug. En dus zo gaan we van de hele... Dus aan als ik een simpele oefening tweebenig, naar éénbenig, naar volledig één alleen. Ja, als het goed is voel je het dan wel in de hamstrings en in de bilspieren. Goed zo, keurig. Laatste oefening op het matje. Je mag op de buik komen liggen. Goed, knie buigen en heffen en terug. Knieën buigen, hakken tegen elkaar aan, heffen en terug. Knie buigen, heffen en terug. Buigen, heffen en terug. Knie buigen, heffen en terug. Knie buigen, heffen en terug. Nog drie keer. Matje mag aan de kant. Neem even schoon drinken. Wij hebben een prachtig horens hier. Ik hoop dat jullie ook iets dergelijks hebben. Hand richting plafond. De overheen stappen. Stap. En terug. Strekken en stap. Blijf lang. Strek jezelf uit. En als je denkt van dit is wel heel makkelijk, Dimitri, kan het niet iets zwaarder? Ja, natuurlijk kan het zwaarder. Op het moment dat je eroverheen stapt, knie, zak, omhoog, stap, stap. Zakken, omhoog, stap. Stap. Was de eerste variant al lastig genoeg, dan hou je het daarbij. Overstappen en overstappen. Als je denkt, het kan iets zwaarder, kijk naar Klaske, dan ga je door in de squat. Een hogere horde is lastiger dan een medium horde. Dan denk je natuurlijk van, kan het nog zwaarder? Ja, natuurlijk kan het zwaarder. Je stapt er overheen, je acht binnenste been, dan ga je weer terugstappen.
Je stapt eroverheen en je stapt eroverheen. Goed zo. En blijf lang. Stap en naar achteren. Omhoog. Stap en naar achteren. Omhoog. En stap naar achteren. Omhoog. En stap naar achteren. Keurig. Goed zo. Mooi. Even de benen wat losschudden. Ja, mooi. Oké, draaistabiliteit is ook heel belangrijk in de knierevalidatie, want de meeste sporters met knieletsel komen uit een teamsport, uit een spelsport. Die moeten dan helemaal veel draaien. Hoe kunnen we dat oplossen? Je stapt in, je zet de voet haaks op je andere voet en je stapt bij. En je gaat ook weer terug. Met de punt gewoon naar voren. En stap. Stap in, naar buiten, stap. En terug. Stap. Stap. Dus als je geen borden hebt, dan maak je gewoon voor jezelf hoge stappen over een fictief draad of borden. Oké, even het vast laten draaien. En dan anders doen, waarbij je stapt. Stapt. Door de kniezakken. Op. Stap. Stap. Kniezakken. Op, stap, stap, kniezakken. Kwartslag draaien, stap, stap, zakken. Nou, en zo zie je dat er een opbouw is in de oefening. Kwartslag draaien, net maken we de slot. Nu is het kwartslag draaien en we gaan naar voren uitstappen. Zakken, terug, overheen, voorwaarts, zakken, terug. Dus het zijn complexe bewegingen waarbij we bewegingen gaan samenvoegen, verschillende richting en daarin zit de opbouw. Eerst dan heel simpel, van recht gaan we naar draaien, naar grotere bewegingsuitslagen, van tweebenig naar eenbenig. En daarin zit de opbouw van de moeilijkheid. Goed zo, onder mijn gegeven kant. Goed. Mooi. Voor degene die al een beetje kan trippelen of skipping, knieheffen, ja, dat gaan we nu doen. Lichte knieheffen. En om de vijf passen is het op één been staan. Staan. 1, 2, 3, 4, 5. Staan. 1, 2, 3, 4, 5. Staan. 1, 2, 3, 4, 5. Staan. Nu komt er een opdracht bij. Om de vijf ga je deze doen. Bij de volgende op je linkerbeen. En bij de volgende weer op je rechterbeen. Dus het is nu roleren van oefeningen weer. Kom maar, staan. 1, 2, 3, 4, 5, staan. 1, 2, 3, 4, 5, staan. 1, 2, 3, 4, 5, staan. Goed zo. 4, 5, staan. Goed zo. Oké, benen even los. Zometeen is het bij iedere vijf je laten vallen en je opvangen. Dus langzaam gaan we het tempo wat ophogen, wat scherper maken. Daar gaat het. En als je denkt van het gaat allemaal makkelijk, ik ben goed vandaag, dan mag je een hogere knieën doen. Ja? Ik doe het rustig aan, ik hou het wat lager. Plaske die ging hoog doen, zei ze net. Goed, daar gaan we. Knie even. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Goed zo. En ook de intensiteit, ga je ook lasken. Zit hem in hoe diep je laat vallen, de snelheid waarmee je laat vallen. Het is dus wat makkelijker om wat hoger op te vangen, dan dat je hem helemaal diep opvangt. Keurig, goed zo lasken. Nou, benen even wat losschudden. Keurig, mooi. Volgende. Even om nog wat die quadriceps aan te vuren, die spieren aan de voorzijde van je bovenbeen. Laag in de knieën blijven en stappen. Op de platte voet lopen. Kom maar, stap, 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 stap.
Stap, stap, stap. En achterwaarts. En achterwaarts. En achterwaarts. Achterwaarts. En voor. Kom maar. En blijf omlaag. En blijf omlaag. Blijf laag. En achter. En achter. En voor. En los. Goed zo. Goed zo. Mooi. Volgende beweging is de squat lunge. 1 voet voor, 1 voet achter. Over het algemeen is het zo dat als de knie net geopereerd is en je doet hem achter, dat het allemaal wat moeilijker loopt, dat je misschien minder diep komt. Accepteer het, ga er niet doorheen lopen drukken. Dan liever dat geopereerde knie aan de voorzijde. En TZT komt hij wel aan de achterkant. Dus open het been voor, handen voor op de schouders, zakken en omhoog. Zakken en omhoog. En de intensivering zit er dan in, dat hoe dieper je gaat, hoe lastiger het is. En je ziet aan Klaske dat zijn rug heel rechtop houdt. De druk over beide benen heel goed verdeeld. Dat is een hele mooie uitvoering. Nou, als dit weer een hele makkelijke oefening voor je is, nou, dan mag je indraaien. En je komt omhoog. En je zakt. En je draait in. Over je been. Op. En neer. En draai. En op. En neer. En draai. Goed zo. Op. En neer. En draai. En let er met deze oefening op, Klaske even door, dat die knie goed naar voren komt. Je ziet heel veel varianten waarbij mensen achterop gaan zitten. De kont naar achteren. En waarbij de knie niet boven de voet komt. En dat is essentieel. De knie moet boven de voet komen tijdens het zakken, want dat schakelt weer de quadriceps in. Oké, Klaske, heel goed. Mooi, even op de plek, knie even. De benen weer op los. Oké, schud ze even los, pak even wat drinken. Gaan we zo weer verder. Variant. We hebben hem zo gedaan, we hebben hem zo gedaan. Voel je vrij om het bij die twee varianten te houden. Ik ga hem nog ietsje intensiever maken. Knie even en om de vijf eindig je in deze positie. Kom je terug, 2, 3, 4, hop, andere kant voor, keurig. En weer terug, dus om en om, laten vallen en in één keer stabiel staan. Hop, goed zo. En zoals Klaske perfect laat zien, knie boven de voet. Let op dat de pas niet te groot wordt. Want dan wordt het heel lastig om die knie in de goede positie te krijgen. Dan liever iets kleiner, dat je overal hoeken van 90 graden kunt halen. Keurig. Heel goed, keurig. Benen weer even losgeren. Wat? Gebeurt er wat? Zeker. Oké, mooi. Oké, goed. Deze variant gaan we weer iets moeilijker doen. En voor degenen die de vorige varianten moeilijk genoeg vonden, houd daar alsjeblieft bij. Hè. Het is geen wedstrijd hier, het gaat erom dat je leuke dingen doet en uiteindelijk denkt van, hey, er is wat in mijn benen gebeurd. Mijn knie, ja, die heeft flink gewerkt, die wordt misschien wel moe. Dan hou je lekker hierbij in de kniehef, of daarbij, ja, of voor mij maar daarbij. Goed, nu is de combinatie van hop, hop, knieheffen, zakken, hop. Goed zo. Kom maar, knieheffen, hop, en wisselen, hè? Om en om. Goed zo. Knieheffen, hop, hop. Goed zo, knieheffen. Keurig. Beide kanten. Nog 2 keer. Kom maar. Goed zo. Keurig. Heel goed. Let op je knie, Klaske, dat die goed boven de voet blijft. Goed zo. En nog eentje. Oké. Heel goed. Ik heb een stoel.
Oké, achter de leuning staan. Goed zo. Oké. Vanuit de squat. En als dit te hoog is, dan pak je de zitting. Maar goed, je zakt door de knie, je komt omhoog, je strekt uit. Heel uitstrekken en je tipt aan. Goed. Inzakken, omhoog komen, helemaal uitstrekken en aantippen. Zakken, omhoog, uitstrekken, helemaal uitstrekken. En tot op de tenen komen, Klaske. Uitstrekken, juist, goed zo. Het is dus ook de bedoeling dat je zak, omhoog, uitstrekken, helemaal tot op de tenen. Strek jezelf helemaal uit, maak jezelf lang. Het is voor de hele strekketen. En doe dat om en om. Zakken, omhoog, uitstrekken, even terug. Zakken, omhoog, uitstrekken en terug. Zakken, omhoog, uitstrekken en terug. Goed zo. Keurig. We hebben ook een hele mooie bal. Mag je de bal pakken? Stoel even aan de kant. Goed. Bal boven je hoofd houden. Squat. Uitstappen. En terug. Stap. Squat. Uitstappen. Terug. Op. En stap. En als je op een gegeven moment denkt, nou, dit is best makkelijk. En je staat stabiel. Bal op de grond. Vangen. Stap. Hoog. Uitstappen, stuiten. Het is de kunst dat die bal niet wegstuitert, maar dat je ook je knie in diezelfde positie houdt. Dus tijdens het stuiteren mag de knie dus niet daarin gaan. Je houdt de knie tijdens het stuiten boven je voet. Kom aan. Zakken, omhoog, uitstappen. Ja. Dit zijn dubbelfuncties waarbij je andere zaken ook in de gaten moet houden. En ondertussen ook die knie stabiel moet houden. Dat lijkt wel aardig een beetje op sporten natuurlijk. Is dit te lastig voor je? Dan blijf je in die positie staan. En dan is het stuiten. Stuiten. En probeer in diezelfde positie te staan. Dat is alles, hè? Stuiten. Stuiten. Oké. Bal nog even aan de kant. Goed, we gaan weer terug naar de knieën. Deze, als de vorige varianten, deze moeilijk zat waren, hou het lekker daarbij. Hè? Nu is het knieën. En als ik ja zeg, wat zal draaien en je gaat weer terug in de knieën. Dan zeg ik ja, andere kant, knieën. Ja? Iedereen klaar voor? Ja! Oh, en kaats. Oké, commando erbij, zeg ik rechts, dan blijf je op je rechterbeen staan, zeg ik links op je linkerbeen staan, is het ja, dan is het zijwaarts, eerst de ene kant, en bij de volgende is de andere kant natuurlijk. Goed zo, daar komt hij. Kom maar. Links, goed zo, ja, ja, rechts. Rechts. Ja, het was een haakje. Ja. Oké, goed zo. Benen even losschudden. Goed. Combinatie weer van een paar oefeningen. Zoals je merkt gaan we langzaam toe naar wat snellere vaardigheden. Misschien wat complexere vaardigheden. We begonnen vrij rustig. Heel voorspelbaar gedrag. En nu, we zijn er bijna, gaan we alles bij elkaar gooien. Nog wel steeds een opbouw van makkelijk naar steeds moeilijker. Dat is niets anders dan wat ze in hamstringrevalidatie noemen de diver. Je staat op een been, je gaat voorover opstrekken en je gaat terug. Opstrekken en je gaat terug. Op
opstrekken en je dat terug. Hartstikke goed. Dus hou het standbeen gestrekt. Vooroverkantelen, dus niet te veel achterop zitten. Blijf goed boven je been, strek uit. Goed zo. Keurig plasken. En als je dat eenmaal snapt, dan kun je ook van die positie kun je naar een lunge. En dan ga je weer terug. Vanuit deze positie naar een lunge. Dan zak je weer door. En let erop dat de knie goed boven de voet blijft. Handen boven je hoofd, klasken, als je naar de lunge gaat. Altijd gestrekt blijven. Je gaat voorover, je gaat uit. En je blijft zo. Ja. Voorover. En strek uit. Keurig. Andere kant. Uitstrekken. Opstappen. En daar. Goed zo. Strek uit. Eind van de dag, ik word moe. Strek uit. Omhoog. En stappen. Keurig. Nog één keer. Dan maken we het nog ietsje moeilijker. Keurig. Mooi. Hetzelfde kan natuurlijk ook snel. Nogmaals. Als je de eerste variant al lastig zat vond, hou het bij de eerste variant. Maar er zijn de mensen die wat sneller zijn en wat verder in de revalidatie. En die moet ik uitdagen natuurlijk. Nou, je gaat naar voren. En je komt via een klein sprongetje in die eindpositie. Ha, goed zo, keurig klasse. Lekker reactief. Probeer zo snel mogelijk van de ene uiterste positie in de andere uiterste positie te komen. Heel goed. Voorover. Hop. En dit mag om en om qua been. De ene keer sta je op rechts en de andere keer op links. Kom maar. Goed zo. Voorover. Keurig. En je zult merken als je dit met een halterstang doet, bijvoorbeeld van 20 kilo op je schouders, dat het al veel makkelijker is. Omdat je veel meer stabiliteit hebt. Dit is allemaal wat diepeliger. Goed zo. Keurig. Dankjewel, Vas. Beste mensen, dank jullie wel voor het aanwezig zijn van deze sessie, de vierde sessie alweer van onze Facebook training live. En ditmaal stond het in het teken van de kniefysio Arne IJsselstreek. Die werd door mijzelf gegeven. Ik ben Dimitri Steffas, ik ben NVWS sportfysiotherapeut hier in deze praktijk, waar we samenwerken met manueeltherapeuten, kinderfysiotherapeuten en specialisten uit de ouderenzorg. Als team proberen we altijd ervoor te zorgen dat de patiënt bij de beste therapeut is en soms werken we samen. Knierevalidatie is mijn ding, met name voorste kruisbandrevalidatie, daar probeer ik heel goed in te worden. Ik dank jullie wel. Hou ons Facebook, Instagram en YouTube in de gaten, want we houden om de paar dagen een sessie als deze. En om de paar dagen komt er op YouTube een nieuwe Kids Bewegen video uit. Dus voor de kinderen dat ze heel spelenderwijs kunnen trainen. Aanstaande zaterdag is onze volgende sessie gegeven door onze hardloopfysio Mark te Braken. De allersnelste fysiotherapeut uit de hele regio. Met een marathon personal best van 2 uur 31 in zijn debuut nota bene, dus dat wordt nog wat met hem. Aanstaande zaterdag om 9:30 's ochtends hier op onze Facebookpagina bij Fysio Arne IJsselstreek Facebook training live. Mark te Braken, 9:30, een hardloopgerichte training, zodat je daarna perfect duurlopen kunt doen of intervaltraining. Ik dank jullie wel. Een hele fijne avond. Hou afstand, blijf binnen en blijf je